Ze hadden alles op alles gezet om er een mooi moment van te maken. De speciale Vaderdag Car Wash bij Slump Catering in Band. Dat bedrijf had, als schijntje, een heus spektakel op poten gezet om paps en zijn auto eens lekker te verwennen. Mensen, dingen, helemaal vogelpoep, hè, daar. Weet u ook van wat voor vogelpoep is? Wat voor een dan? De bezoekers stonden in de rij. En die papa's hadden geen idee wat ze moesten verwachten. Van een wasbeurt bij een cateraar. Maar een man mag hopen. Op eten. Een patatje met. Ja, frikandel. De geluksvogels mochten stapvoets door een parcours waar al het goede uit de kast werd gehaald. Voor de auto, hè. Eerst even de temperatuur meten. Belangrijk, zegt de zuster. Zijn deze heren wel warm genoeg? We gaan verder in de wasstraat. En daar blijkt dat de auto nog gewassen wordt ook. De kinderen van papa's met vieze auto's hadden zich via Facebook kunnen opgeven voor de natte beurt. Maar jij weet wel ongeveer wat je vader te wachten staat? Nou, nee. En ook aan de innerlijke mens was gedacht. Want wat is een wasbeurt waard zonder een frikandel maatje XXL? Daarbij zal menig papa niet geklaagd hebben over het uitzicht. We gaan op weg naar de uitgang. En daar is het oppassen niet te vallen voor de vele verleidingen. Wilt u mijn poesje aaien? 50 euro. Maar dan zit het er echt op. Het is als bij zoveel mooie ervaringen, voor je het weet sta je weer buiten. Maar ook daar laat deze wasbeurt je niet in de kou staan. Kijk eens, alsjeblieft. En de verslaggever, ja, die deed gewoon zijn werk. Goeie car wash.